gesjouwd en altijd zijn plicht trouw gedaan. Toen kreeg hij ontslag, want men vond hem te oud. Hij kwam naast het leven te staan en zei, die hem altijd tot steun was geweest, hij miste haar nu in zijn al zijn het meest. Hij was een van die oude van dagen, die niets meer ter wereld bezat. En niemand kwam ooit aan hem vragen of hij soms nog hulp nodig had. Hij voelde zich eenzaam verlaten. Die eenzaamheid deed hem zo pijn. Hij was er zichzelf om gaan haten. Een oude vandaag. Zijn eenzaamheid kon hij niet aan op den duur. Geen mens trok zich iets van hem aan. En eens op een dag vond men hem in de schuur. Hij had zich van leven. Van zijn vrouw, ik was zo alleen, daarom kom ik bij jou. Hij was één, ja, één van die oude vandaag, die niets, maar dan ook niets meer ter wereld bezat. Aan hem vragen of hij soms nog een beetje hulp nodig had. Ach, hij voelde.